Ruby is een hulphond, maar dan wel een hele bijzondere. Over een jaartje dan gaan we echt samen als team samenwerken. En in de begeleiding van nabestaanden. Het idee voor de troosthond is afkomstig uit Amerika. Daar bleken comfort dogs een positieve invloed te hebben bij rouwverwerking. Want het aaien van een hond zorgt bij mensen voor een speciaal knuffelhormoon. Dat stofje wordt dan in je lichaam aangemaakt en dat zorgt voor een positief en blij gevoel. En dat is zeker een gevoel wat mensen in nare periode van afscheid nemen heel goed kunnen gebruiken. Als een stukje afleiding geeft ook van het verdriet. Goed zo, kleine meid. Goed gedaan hoor. Het is niet de bedoeling dat Ruby straks gaat logeren, maar ze gaat mee als collega bij huisbezoeken. Ja, dan kan Ruby daar een bijdrage door. Er gewoon te zijn, maar ook een stukje steun te geven door even het kopje te geven tegen de hand of tegen het been. Van, joh, ik ben er voor je. En even die eye over de bol te ontvangen. En dat mensen ook hun gevoel, hun emoties een plekje kunnen geven. Ruby gaat de komende maanden eerst nog in training. En daarna mag ze officieel aan de slag als collega van Patricia. En ik hoop wellicht dat meer ondernemers geïnspireerd raken door Ruby. En dat het straks ook een vast onderdeel van de uitvaartzorg gaat worden. Het zou alleen maar mooi zijn, denk ik.